Dit is college 8. In dit college gaan we praten over conformisme en gehoorzaamheid. En we hebben al een beetje een start gemaakt met deze twee thema's in college 7. Toen hebben we natuurlijk uitgebreid gesproken over verschillende beïnvloedingstechnieken. En we hebben toen ook gezien dat een autoriteitsfiguur heel veel invloed heeft op ons gedrag. En ons kan overtuigen om bijvoorbeeld een bepaald product te kopen. En ook dat wij ons gedrag aanpassen aan het gedrag van anderen. Dus als we zien dat iedereen het doet, dan gaan wij het ook doen. Nou, deze twee thema's zijn zo belangrijk in de sociale psychologie en zo belangrijk om mensen te begrijpen dat we er een heel college nog aan wijden. En we gaan in dit college ook verschillende van eigenlijk de meest beroemde experimenten in sociale psychologie bespreken. Dus laten we snel beginnen. In het eerste gedeelte van dit college gaan we praten over informationeel conformisme. En het gaat dus over conformisme. Nou, conformisme betekent eigenlijk dat wij ons gedrag aanpassen, een verandering in je gedrag, door de echte of de ingebeelde invloed van andere mensen. Dus we passen ons gedrag aan omdat we zien dat andere mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Een manier die anders is dan hoe wij ons momenteel gedragen. En dat conformisme, het aanpassen van ons gedrag, dat doen we eigenlijk de hele dag door. En dat doen we heel vaak zelfs zonder daarover na te denken. Bijvoorbeeld in de volgende situaties. Als wij iemand zien gapen, heb je vast wel eens meegemaakt, gaan wij automatisch ook gapen. Of hebben we in ieder geval de neiging om te gaan gapen. Zelfs kijken naar een plaatje waarop twee mensen aan het gapen zijn, kan al een beetje een gaapneiging bij je opwekken. Lachen is ook zoiets. Heel besmettelijk lachen. Als iemand naar je lacht, dan heb je de neiging om terug te lachen. Is natuurlijk ook iets wat sociaal wenselijk is. Maar het is ook iets wat ons brein eigenlijk automatisch activeert. Dat heeft ermee te maken dat op het moment dat wij andere mensen een bepaalde beweging zien maken en vooral een bepaald sociaal gedrag zien vertonen, dat wij dat dan automatisch na gaan doen. Dit wordt ook wel mimicry genoemd. En dat zien we ook bijvoorbeeld bij lichaamshoudingen. Als jij met iemand in gesprek bent en iemand gaat bijvoorbeeld zo zitten, dan is er een grotere kans dat jij ook, misschien niet gelijk, maar binnen een paar minuten ineens ook merkt dat je zo gaat doen. Dit is trouwens ook wel een signaal of iemand je wel of niet leuk vindt. We weten bijvoorbeeld dat wij eerder sterker geneigd zijn om onze lichaamshouding aan te passen en iemand te gaan imiteren als we geïnteresseerd zijn in de persoon. Of graag willen dat we een bepaalde sociale band met iemand gaan opbouwen. Dus als je een date hebt en je merkt dat de ander jou gaat imiteren, dat is een goed teken. Dat betekent dat die ander waarschijnlijk wel geïnteresseerd is in jou. Nou, dat conformisme, het gedrag aanpassen aan anderen, is eigenlijk fantastisch dat we dat doen. Want het helpt ons om sociale banden op te bouwen. Als iemand jou imiteert, vind je die persoon namelijk ook leuker. En dat helpt natuurlijk om een connectie met elkaar aan te gaan. En het heeft ook nog heel veel andere voordelen in de maatschappij, dat anderen ons informatie geven over hoe we ons behoren te gedragen. Denk maar eens aan de volgende situaties in publieke ruimtes, zoals een roltrap, waarbij het echt heel erg de bedoeling is dat als je stil wil staan, dat je dan aan de rechterkant gaat staan. En als je wil lopen de roltrap op, omdat je haast hebt bijvoorbeeld, dat je dat aan de linkerkant doet. Nou, dan heb je soms instructies, zoals hier. Maar ook heel vaak doen mensen dit min of meer automatisch. En het is heel prettig als anderen dat dan ook gaan doen. En als anderen dat niet doen, dan kan het ook zeer irritant zijn. Spreek ik uit ervaring. Iemand die vaak met de trein reist en heel vaak haast heeft en een roltrap op moet. Heel vervelend als mensen zich niet conformeren en eigenlijk de regels niet volgen van hoe je je hoort te gedragen op zo'n roltrap. Of denk eens bijvoorbeeld aan een rij bij bijvoorbeeld een museum, ik noem maar wat. Als er heel veel mensen in de rij staan, dan ga jij hoogstwaarschijnlijk niet gewoon vooraan staan om te denken, ja, ik wil hier naar binnen, ga allemaal maar even aan de kant. Nee, je kijkt naar het gedrag van anderen, je leidt daaruit af, oeh, het zal hier wel druk zijn, het zal wel de bedoeling zijn om achteraan in de rij aan te sluiten. Dat gaat vaak niet zo bewust als ik het nu beschrijf. Dat is iets wat we automatisch doen. We doen iets omdat we denken dat er een hele goede reden voor is. En daarom volgen we eigenlijk het gedrag van de rest. En we zijn dus echt voorgeprogrammeerd om dit te doen. Ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen. Vooral de jongste, die is 1,5. En dat is echt een klein papegaaitje. Die doet gewoon precies na wat zijn grote broers doen en ook wat wij doen. Wat soms ook nogal eens vervelend kan zijn als ik bijvoorbeeld heel hard mijn teen stoot en een bepaalde kreet wil uitslaan. Dat heb ik wel eens gedaan en dan ging mijn 3-jarige en mijn 1,5-jarige dat vrolijk de hele dag na papegaaien. Dat ik dacht, oh, dat had ik even iets langer over na moeten denken. Maar dat is dus gewoon hoe we leren. We leren van anderen. We leren door te kijken, wat doen anderen, hoe gedragen zij zich. Dan horen wij ons blijkbaar ook zo te gedragen. Maar soms hebben anderen het bij het verkeerde eind. En soms houden ze ons ook een beetje voor de gek. En dat is bijvoorbeeld te zien in het volgende filmpje, waarin je iemand in complete verwarring ziet vanwege het gedrag van anderen. En een bepaalde druk voelt om zich te conformeren. Kijk maar eens mee.
To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Was doing so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Op het moment dat wij ons gedrag aanpassen aan anderen, omdat wij het idee hebben dat die andere mensen beter weten wat er gaande is, omdat die andere mensen informatie hebben die wij misschien missen, dan noemen we dat informationeel conformisme. Dus je vertrouwt als het ware op anderen om ons informatie te geven over wat wij moeten doen. En dat is vooral zo als de situatie voor ons een beetje onduidelijk is, als wij ons incompetent voelen, of als we het idee hebben dat andere mensen meer informatie hebben dan wij. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je een toerist bent in een vreemd land. Je bent daar, je hebt geen idee wat de regels zijn. Mensen hebben een andere cultuur, een andere achtergrond. Dan kijk je waarschijnlijk vooral heel veel om je heen. Hoe doen andere mensen dit? Hoe moet ik iemand begroeten? Hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe dichtbij komen we bij elkaar? En groeten we elkaar wel of niet openlijk? Dus je kijkt naar het gedrag van anderen, omdat jij denkt, ik ben incompetent, ik weet niet wat ik moet doen. Of bijvoorbeeld je eerste dag op school, of de eerste dag op de universiteit, misschien voor veel van jullie niet eens zo lang geleden. Nieuwe situatie, en je denkt, wat zijn hier de regels? En je kijkt daarvoor heel naarstig naar het gedrag van vooral ouderejaars, die al langer rondlopen en die weten hoe je met elkaar om hoort te gaan in die situatie.
Of bijvoorbeeld als jij een feestje hebt met een hele ingewikkelde dresscode, waarbij je denkt, ja, ik weet niet wat ik met casual, fancy, smart, chic, wat ik daarmee aan moet. Ik wil informatie hebben over wat de correcte manier is om mij te kleden. Dan kan het ook zijn dat jij heel erg snel gaat bellen naar andere mensen die ook naar dat feest gaan zeggen, wat doe jij aan? Want ik wil wel echt zorgen dat ik niet de plank missla. Dus dit zijn allemaal situaties waarin we zoeken naar informatie. En waarbij we de boodschap dan ook meestal accepteren. Dus andere mensen die vertellen ons wat we moeten doen of we kijken dat af. En wij accepteren eigenlijk ook die boodschap. We denken gewoon, nou, die andere mensen zullen het wel weten. Ik doe hetzelfde en daar ben ik ook helemaal oké mee. Dus ook van binnen pas je als het ware aan. Je leert en je past je gedrag aan omdat je denkt dat andere mensen... Ja, echt geloof dat andere mensen het bij het rechte eind hebben. Hier zijn ook heel veel voorbeelden van dat mensen dit automatisch doen. Vooral dus in wat ambiguë situaties, onduidelijke situaties. Dit kan je ook heel mooi zelf nabootsen. Bijvoorbeeld een studie uitgevoerd door Milgram in 1969 naar sociale besmetting. En dat wil zeggen dat wij dus eigenlijk andere mensen automatisch een beetje na gaan doen. Zelfs als ze gedrag vertonen die wat helemaal niet per se heel erg logisch is. Of ja, misschien helemaal nergens op slaat, zoals we ook in het filmpje hebben gezien. Een van die voorbeelden is kijkrichting. Dus waar kijken mensen naar? En in het onderzoek van Milgram hadden ze twee verschillende variaties van het experiment. In één variatie was er één acteur, één medewerker van het experiment, die ging stilstaan midden op straat en begon omhoog te kijken. En de vraag was simpelweg, in hoeverre gaan mensen hem nadoen? Gaan ze nadoen omdat ze dus, nou ja, eigenlijk denken, misschien heeft die persoon, ziet hij iets wat ik mis. Misschien is er wel iets heel erg boeiends aan de hand daar bovenop het gebouw of in de lucht. Dus als je één persoon hebt die stilstaat op straat en die gaat omhoog kijken, dan heb je bijna de helft van de mensen die voorbij komen, 45%, ging ook omhoog kijken. Iets wat je dus prima vanmiddag zelf ook kan repliceren, kijken of jij dezelfde resultaten krijgt als Milgram. Toen waren er alleen nog geen mobiele telefoons, dus mensen waren wat minder afgeleid. Dus ik denk dat het percentage nu wat lager is, maar goed, probeer het rustig eens uit. In een andere groep hadden ze een hele groep acteurs, 15 mensen die allemaal omhoog keken. En toen zag Milgram eigenlijk dat het bijna onmogelijk werd voor mensen die voorbij gingen om niet mee te doen. Dus 85% van alle mensen die voorbij liepen ging eigenlijk bij die groep staan om ook een beetje omhoog mee te gaan kijken, terwijl er helemaal niks te zien was. Sociale besmetting. Nou, tot zover zijn deze experimentjes onschuldig. Best wel grappig. Ook iets wat je zelf mooi kan nabootsen als je dat wil. Maar dat is niet altijd zo. Want het aanpassen van jouw eigen gedrag aan de groep kan soms zelfs levensbedreigend zijn. En dat kan je zien in het volgende experiment over rook. It's obvious that we don't intervene in many kind of emergency situations because there's too great a risk to our life or limb. But now, what happens when you're in a situation where if you don't act, there could be a risk to your life? Imagine you're in a room and a smoke alarm goes off, smoke is pouring out from under the door. And if you don't leave that room quickly, a fire could erupt and you could be suffocated or burned to death. It's obvious what you do. But now, again, what happens if you're in that same room and there are 10 other people and all of them do nothing? Do you take action when other people define the situation as do nothing rather than do something? When your life is at stake by following the herd. Behaving differently from your group can make you an outcast. But what would you do if you knew your group was entirely wrong? Would you, for example, sit in a burning room just because everyone else does? This hotel conference suite has been prepared for a focus group discussion on internet shopping. But all is not as it seems. We've been busy. The place is rigged with 4 hidden cameras and 6 concealed microphones. And psychology professor Dominic Abrams is watching from our control room, which we've built in an adjoining suite. Now it's just a question of sitting and waiting. Right, so this is a questionnaire all about kind of shopping habits and everything. Okay. Here, sir, just move that off your chair so you can see. Our first participant is Mary Mizuno, a London student who thinks she's arrived early.
What she doesn't know is that behind this door, there's about to be a serious fire in the hotel kitchen. Or at least the illusion of one, created by a smoke machine and some sound effects. What will she do? Oh, she's now noticed the smoke and is concerned. At this point, she decides to investigate to find out what's going on. She's immediately taken responsibility for figuring out what to do. Mary does the sensible thing and evacuates quickly. She even leaves her bag and coat. As I've never been in a fire situation before, I tried to remember the kind of things that you're supposed to do, so I left my stuff and just went out. But Mary was on her own. This time, we've planted seven actors who are all in on the experiment. We've said to them, when you see the smoke, do nothing. Our second participant is Lauren Heffernan, also a student. What will she do? In this situation, she'll be following a script. The script is partly written in her mind. It's a script which is borrowed from things like sitting exams. Most situations like this have some element of expected or scripted behavior. But what will happen to her script when we make a slightly unusual situation very unusual? Nothing to start with, so we get her attention. Now, how long before she dashes out of the room? She's checking increasingly to see what the other people are thinking. But who can she appeal to? The answer is nobody. She turns to the norm of the group. Ignore the smoke. In a real fire, the people in this group would be in very serious danger by now. I was looking for some sort of reaction from someone else, even just the slightest little thing, that they'd recognize that there was something, you know, going on here. For me to kind of react on that and then do something about it, I kind of needed prodding. She's waiting for someone else to react. Why isn't anyone else reacting? She feels uncomfortable. She doesn't want to embarrass herself by taking the lead, taking action. But something is definitely wrong. Lauren stayed in the room for 20 minutes after spotting the smoke, concerned but immobile. The fire brigade say that if this fire had been real, even if flames hadn't burnt through the door, she would have died of asphyxiation in this time. In the end, we had to ask her to leave. Pop out here. Thanks. I was surprised that I didn't do anything at all. I was just literally waiting. I just thought that someone else is surely going to say something soon. And because no one else did, I just didn't react at all. We tried the experiment 10 times, and the same thing happened over and over again. If the person was on their own, they left quickly. If they were in a group of 3 or more, they stayed, rooted to the spot. The average length of time they stayed, 13 minutes. In real fires, people die because of behavior like this. In 1979, a blaze at Woolworths in Manchester killed 10 people. The fire occurred during the day when the store was occupied by hundreds of people. Most of those people managed to get out quite safely. The people that died in the fire were actually using the restaurant at the time. But why so many fatalities in the restaurant? Investigators eventually realized that people simply hadn't evacuated. They'd waited to pay their bills. That was their routine. We go into a restaurant. We sit down, the waiter comes over, we choose a meal, we eat the meal, we pay for the meal, and then we leave the building. That's our script, if you like, for eating a meal. Worse still, everyone was following the same script, and no one wanted to be the only one to stray. One of the main reasons why people died in the Woolworths fire is because they didn't want to be the first to react. They didn't want to stand out for the crowd and went along with the crowd behaviour. Only one person in our experiment didn't go along with the crowd behaviour. Artist James McKechnie. What's that coming up from under the table? Is it fire? I don't know.
There's a fire. We should just wait till she comes back. Yeah. You think? Yeah. She said just to wait here, didn't she? What? What is that? I don't know. She said just to wait here, didn't she? What? She's coming right down now. James isn't going to sit in a dangerous room just because everyone else does. Yeah. Or is he? The power of the group proves irresistible. The reassurances of the rest of the group that somebody else is responsible seem to be sufficient to pull him back into place. Instead of leaving the room and calling for help, he sits back down again and waits. Now everybody's looking at the smoke, but in some ways that gives the group even more influence. After all, if everybody can see the smoke and no one's panicking, well, it would be crazy for him to do it too. James stays in the room for another 10 minutes before finally leaving. In a real fire, he wouldn't have been able to leave. He'd have been unconscious and close to suffocation. Nou goed, deze meme zit er dus niet heel erg ver naast. Er is dus echt een kans dat jij gewoon rustig blijft zitten in een brandende kamer. Nou, het enige verschil is dat je niet in je eentje zit. Je zit met heel veel andere mensen die allemaal maar niet opstaan. En je denkt, nou ja, iedereen blijft hier zitten, dus het zal wel oké zijn. En het enge is, de kans dat mensen gaan conformeren is groter als er een crisis is. Als we stress ervaren, als we een druk ervaren van we moeten nu snel iets doen, of we weten niet wat we moeten doen, of er dreigt gevaar. Vooral dan gaan wij kijken naar het gedrag van anderen. En vooral dan kan conformisme ons een hele grote gevaren brengen. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij onderzoek naar branden in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in een club of een grote discotheek. Dan zie je dat er af en toe brand ontstaat en dat kan natuurlijk heel snel heel gevaarlijk worden met heel veel mensen in een warme ruimte dicht op elkaar, allemaal hele brandbare spullen vaak ook in die ruimte. Als daar brand ontstaat en dan gaat een brandalarm af en mensen zijn slim genoeg om inderdaad weg te gaan, want dat gebeurt dus ook nog niet eens altijd. Maar wat je dan ziet is dat mensen ook eigenlijk groepen vormen, hordes vormen op weg naar de uitgang. En als er brand is, dan zijn er natuurlijk nooduitgangen, die zijn ontworpen om ons snel in veiligheid te brengen. Maar wat je ziet is dat heel veel mensen dan allemaal naar één bepaalde nooduitgang rennen en eigenlijk niet registreren of in ieder geval niet zelf op zoek gaan naar andere nooduitgangen. Misschien omdat ze denken van ja, ik volg gewoon de groep, want die nooduitgang, daar gaat iedereen heen, dus die is zeker weten open. Maar als jij zelf blijft nadenken en om je heen kijkt, dan zie je misschien dat er nog een andere nooduitgang is, waardoor je veel sneller jezelf in veiligheid kan brengen en ook andere mensen in veiligheid kan brengen. Dus dit is weer echt zo'n situatie waarin je echt zelf moet blijven nadenken. Dus vergeet niet, vooral in situaties van crisis, ook al is het dan extra moeilijk, zorg ervoor dat jij zelf blijft nadenken. En op die manier kan je zelf ervoor zorgen dat jij veilig blijft en niet eigenlijk het slachtoffer wordt van jouw eigen neiging om te conformeren.